Er is de laatste tijd veel te doen weer over zonnebanken. Is het nou eigenlijk wel goed of is het niet goed? Nou, degene die er alles van af weet is Elke Aartsen. Elke, fijn dat je er bent. Ja, want hoe zit het nou eigenlijk? Er is onlangs zelfs een wetenschappelijk rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat zonnebanken en eerder zogenaamde risico's die er vernoemd zijn, dat daar grote vraagtekens bij gesteld worden. Het is absoluut veilig om onder de zonnebank te gaan. Zeker wanneer je dat bij een zonnestudio doet die aangesloten is bij de samenwerking Verantwoord Zonne. Yeah. Daar wordt er volgens bepaalde richtlijnen gewerkt. Waarbij je dus inderdaad een goed huidtypeadvies krijgt. En afhankelijk van je bruiningswens en je huidtype wordt er een zonplan uitgebracht. Oké, want er zijn mensen die zeggen zonnen op zonnebank is zelfs goed voor je. Waar is het goed voor? Met name vitamine D aanmaak. We hebben in Nederland toch vaak te maken met tekort aan zonlicht. Yeah. En daarbij behorende klachten. Dus zonnebankgebruik stimuleert vitamine D. Naast zeg maar, het prettige gevoel is het ook aangetoond dat je tegen bepaalde botontkalking, verstevigd tanden, maar ook preventief tegen bepaalde ziektes. Dus vitamine D heeft heel veel positieve eigenschappen. Ja. En als je nou naar de zonnebank gaat, dan moeten we nog op andere aspecten letten. Want ik weet, vroeger ging ik naar de zonnebank, ik kwam er als een kreeft onderuit. Oh ja. Nou, daar hoef je tegenwoordig sowieso geen angst voor te hebben. De output, dus zeg maar wat de sterkte van de zonnebanklamp is en van de zonnebank in zijn geheel, is gelimiteerd. Dus we weten wat die doet. En dan in combinatie met je huidtype en in combinatie met een juiste zonnebanklotion van Australian Gold kun je je huid goed verzorgen en voeden, waardoor je dus een nog mooier bruiningsresultaat hebt. En die moet je dus opsmeren voordat je erop gaat liggen? Klopt, inderdaad. Is dat nou ongeveer hetzelfde als dat ik een antizonnebrand voor buiten gebruik of is het totaal iets anders? Nee, het is een totaal andere lijn. De producten die je inderdaad nodig hebt voor de buitenzon, die bevatten een SPF, dus een Sun Protection Factor, die je huid inderdaad beschermen tegen UVA en UVB stralen. Juist omdat je gedoseerd onder de zonnebank gaat en een goed advies krijgt, heeft het dus geen enkel effect. En raden wij zelfs af om een SPF-product onder de zonnebank te gebruiken, omdat je eigenlijk dan geen nut hebt van je zonnebanksessie. Oké, en juist. Deze producten ondersteunen dus inderdaad de bruining en de voeding tijdens het zonnen onder de zonnebank. Ze ondersteunen zelfs het bruiningsproces. Het bruinen. Ja. En ze zijn goed voor de huid. Klopt, want je bruint zelfs sneller. Je tintje blijft ook veel langer. Ja. En je tint wordt ook veel donkerder met deze producten. En wat is het verschil dan, wat hier allemaal staat? We hebben een basislijn. Dus bijvoorbeeld de Deviously Black. Die komt uit een Iconic-serie. Is een favoriet in de basisverzorging. Mm-hmm. Daarnaast hebben we nog een andere categorie. Dat is de Better Plus-categorie. Dat is de Run and Wild. Hot met bronzer, die komt al uit de Excellent en de Ultra serie. En net wat als houdt dat dan uit? Ja, zeg maar, zo hoe verder je in deze serie gaat, hoe meer verzorgende eigenschappen erin zitten. Voor de huid? Voor de huid, dat inderdaad. Dat je niet aan het einde van 10 jaar een leer- en looiachtige huid hebt. Klopt, ja. Okay. Dus inderdaad werkt verstevigend, stimuleert de bruining, maar voedt de huid enorm, zeg maar. Omdat je toch inderdaad onder de zonnebank met UV-licht te maken hebt en juist dan goed moet hydrateren. Oké, en dan waren we hier, deze hadden we gehad en dan? Ja, krijgen we de Superior, dat is echt het summum. Heeft een silk extract, dus dat voelt ook heel zijdezacht aan op het moment dat je het aanbrengt. Dit product heeft meervoudige bronzers, dus waaronder karamelextracten, maar ook walnootextracten. Dus die geef je ook al heel mooi een direct resultaat. Zelfs 40% beter resultaat dan dat je geen crème zou gebruiken. Jij meent het. Ja. Oké, maar dan kom je er vanaf en dan moet je nog een keer gaan smeren. We smeren wat af in het leven. Ja. Ja. We adviseren wel inderdaad om je tint langer vast te houden. Ja. Om daar inderdaad ook een goede after sun voor te gebruiken. Die dus inderdaad als een bruiningsverlenger werkt. En dat is wel een after sun ook weer specifiek voor de... Ik begin het te begrijpen. Helemaal goed, ja. Duidelijker had je het niet uit kunnen leggen. Dankjewel. Ik zie je volgende week weer, hè? Ja, leuk.